En op gezette tijden, zeg maar, komen er ideeën, plannen van mensen in die kleine kernen. Dan ligt het meestal naar aanleiding van een stuk grond wat ze hebben of wat ze kunnen krijgen. En wat vaak ook toch wel aansluitend of nabij of in de bebouwde kom ligt. En dan is het altijd ja, maar nee, dat kan niet, voorwaarden, ingewikkelde verhalen. Wat volgens mij wat ik zei was, als er vanuit de kerkdorpen goede plannen zijn om woningplannetjes te ontwikkelen, dan, en ze nemen dat initiatief, dan hebben ze gewoon de voorrang. Ik denk dat je goed overlegt met corporaties en ontwikkelaars moet kijken wat de behoefte is in een kern of in een dorp. En om het dorp leefbaar te houden, moet dat natuurlijk wel wat maken. Meer dan in de grote kernen is woningbouw voor kleine kernen is de basisvoorwaarde voor de leefbaarheid van het dorp. Ik heb gelezen vanuit de Dorpsraad Holland, die geeft het huidige college van Sint-Oedrode een aardige veeg uit de pan wat dat betreft. Dat er gewoon veel te weinig gebouwd is. We noemden 8 woningen in 10 jaar tijd. Ja, dat is echt heel weinig. Enerzijds is de gemeente is geen bouwbedrijf. Wat wij wel vinden als VVD is dat wij alle drempels zo laag mogelijk moeten maken voor de mensen die in een kleine kern wonen, die er willen blijven wonen of die er misschien willen gaan wonen. Dan zijn er gewoon mensen van mijn leeftijd, maar ook vooral tussen de 20 en 25, die het gewoon bijna niet voor elkaar krijgen om een huis te bouwen. Of in ieder geval aan te komen of te huren of dergelijks. En het is gewoon, het legt zo'n enorme druk op die dorpen. Kijk, wij, als wij zorgen dat de jeugd weggaat, of in ieder geval dat ze niet kunnen blijven wonen, dan hebben we inderdaad echt de kans, die geloof ik dat die er is, dat er met afzienbare tijd de dorpen gewoon leegstromen en dat het helaas afgelopen is met sommige voorzieningen. Er komen nieuwe wetten aan en die maakt, dames en heren in deze zaal, dat u het heft in eigen hand kunt nemen. U kunt zelf een woningbouwprogramma gaan maken en u kunt zelf van de overheid afdwingen dat er gebouwd moet worden, meer dan voorheen. U hoeft over een jaar of 20, dan staan er hier niet meer mensen met elkaar te debatteren, want de macht van de politiek die wordt steeds kleiner en de macht van de burgerij wordt steeds groter. Volgens mij is de behoefte heel duidelijk, er moeten gewoon betaalbare woningen komen. We zien het, jongeren trekken massaal weg. Waarom? Ze hebben te weinig geld, of te weinig, te veel verdienen ze voor een huurwoning, te weinig voor te kopen, omdat die grondprijzen te duur zijn, de huizen zijn te duur, en er moet in opslag komen. En ja, volgens mij staat er maar één woordje fout in deze stelling. Het is namelijk niet zo dat er alleen in de kerkdorpen gebouwd wordt, maar dat er ook in de kerkdorpen gebouwd wordt. Is dat goed? Steekt u uw hand op. Is het fout? Dan doet u niks. Hoeveel dierenparkjes telt de nieuwe gemeente Meijerijstad? Even, ik ga het even in. Ik ga het aan u alle drie vragen. De meneer die hier vooraan staat met het zwarte vest. Ja, u. 16. 10? 17. Dan is de meneer in het midden, de winnaar. Die zei 10 en het zijn er 7. Ik vind het buitengewoon jammer dat wij de afgelopen jaren in onze nieuwe gemeente Meijerijstad burgerinitiatieven hebben gehad en burgerinspraak gehad die niet goed ingevuld is. Ik denk aan wijken en dorpsraden die wisselend en met wisselend succes gewerkt hebben. Ik vind het buitengewoon jammer, daar moeten we met z'n allen aan gaan werken. Laat ik eens met de basis beginnen met het woord participatie. Landelijke overheid, het neoliberale kabinet zoals ze dat mooi noemen, heeft als beleid gewoon heel veel zaken over het hekje te dumpen of neer te leggen of net wat je wilt zeggen. Bij de gemeente. Vervolgens doen ze het kraantje dicht en vervolgens zeggen we, ja, zoek het een beetje zelf maar uit en dan gaan we opeens participeren. De burger moet meedoen. En met name daar moet. En dan klinkt het allemaal heel leuk en interessant, burgerparticipatie. Ik vind het belangrijk dat iedereen meedoet, maar het is wel een camouflagemiddel voor de bezuinigingsmaatregelen waar de gemeente is, dus wij allemaal met de kant hebben. Het initiatief wordt overal beloond. Wanneer je ondernemer bent, je neemt initiatief, wordt dat beloond. Wanneer je werknemer bent en je doet goed je best, krijg je meer loon. En zo hoort het ook hier. Actie en activiteit, het hoort een positief resultaat te hebben. En wanneer we dat als gemeente waarmaken, dan zullen de mensen daarop inhouden. Dat ze meedoen en dat ze hun best doen in hun dorp of in hun kern. En dat is ook hartstikke prachtig. Alleen de overheid moet dan niet te veel in de weg staan. En mensen ruimte te geven om datgene te bedenken wat zij in hun woning of in hun woonruimte of hun leefomgeving nodig vinden. En zo gaat het de schijnbaar op dit moment. Zo dat doen, ja. En het andere waar veel over gesproken wordt, zijn burgerinitiatieven. En dat hebben wij als CDA natuurlijk ook hoog in het vaandel staan. Daar willen we ook heel graag een leefbaarheidsbudget voor beschikbaar stellen. Om te zorgen dat burgerinitiatieven
ook ondersteund kunnen worden? Dat is uit Wijbos, er zitten wat mensen in Wijbos in de zaal. Daar waren een aantal mensen ontevreden over de dakbesteding, zoals de welzijnsinstelling die verzorgde. Of dat terecht is of niet, dat weet ik niet. Maar die waren ontevreden. Die zeiden tegen de gemeente: geef mij dat geld wat u aan de welzijnsinstelling geeft, maar voor hetzelfde geld kunnen wij er veel beter. En dat zijn ze gaan doen. Nee, ik denk, kijk, de gemeenteraad is voor mij vooral bedoeld dat er nu mensen gaan zitten die voor jou het gedoe oplossen. Kijk, en dat is voor mij belangrijk, dat wij als raadsleden gewoon weer naar de mensen, in ieder geval denken dat zij bij ons in goede handen zijn, dat ze op ons stemmen dat het dan voor zich geregeld wordt. En dat is voor mij het belangrijkste. We moeten gewoon benaderbaar zijn, mensen moeten naar ons toe kunnen komen, met welke vraag dan ook. En als we dat gewoon kunnen doen, dan komt het volgens mij het grootste deel komt wel goed met de burgerparticipatie. Iedere wijk een wijkraad en ieder dorp een dorpsraad heeft. En dan denk ik bij mezelf, ik hoef helemaal geen wijkraad, ik wil helemaal geen wijkraad. Die dorpsraad ook afschaffen? Nee, als mijn wijk dat zelf wil, dan vind ik dat prima. Maar niet omdat de gemeente zegt, je moet een wijkraad hebben. Ik denk dat we daar in Schijndel en Wijbos mooie voorbeelden van hebben gezien de afgelopen jaren. Je moet vooral ook bij burgerparticipatie ook gooien voor kwetsbare mensen. Want het... Ja. In 2016 rustig, groen industrie, de cultuur en gastvrij, Arnold van der Meijerij. Mijn naam is Ad van Heijden en ik ben voorzitter van de Dorpsraad Holland. Wij zijn vanavond enkele keren het voorbeeld geweest. En helaas waren dat voorbeelden waarin we niet goed scoren. Waar ik wel een beetje heel erg bang voor ben, en dat is, we hebben het over wonen. We hebben het over bouwen. En dan hebben we het ook over komen met goede initiatieven. Wat wij vooral missen, is hulp bij die initiatieven, is ondersteuning. Ik ben uiteraard niet bij die gesprekken geweest. Ik kan dat niet helemaal precies verifiëren en dat het de bedoeling is geweest. Ik weet in ieder geval wel, en dat heb ik ook vandaag proberen duidelijk te maken, dat de VVD in ieder geval de intentie heeft en ook in zijn programma heeft staan dat we juist samen willen praten. Ik heb het net nog genoemd met de burgerparticipatie. Ik heb gezegd hoe we tegen woningbouw aankijken, hoe we tegen regelgeving aankijken. En ik hoop dat u de volgende keer in ieder geval dit gevoel niet heeft. De huisvestingssubsidie, blijkbaar is dat ook niet overal hetzelfde. In Sint-Oedenbroek is het dus zo, dat geldt dat met name voor de ouderen. Als je gebruik maakt van de loper, dat is het gemeenschapshuis, dan krijg je 75% huisvestingssubsidie en 25% moet je dan zelf betalen. Zolang als dat nog gehandhaafd blijft, kunnen wij als ouderen in Holland nog bij elkaar blijven komen. Maar zo gauw als dat afgeschaft wordt, dan is het einde verhaal voor de ouderen en dan moet iedereen aan. Ik denk dat het goed is, want voor dit jaar is gegarandeerd. Dat gaat overigens, dit soort subsidies loopt in alle gemeenten nog door. En dan komt het harmonisatieverhaal, wat iedereen hier onderkent. Dan gaan we kijken, wat gaan we waar doen en hoe gaan we het harmoniseren. Want dat je... De coalitie die we de laatste jaren gehad hebben in Veghel, die is één ding verzuimd en is een goede afspraak te maken met een woningbouwvereniging waar wij alles mee te maken hebben, waar wij, ja. Nou, dat is de Stadse Woningbouwvereniging en die heeft gewoon gezegd van de kerkdorpen, de boeit ons niet. Wij bouwen in die plekken waar het meest interessant is. Ja, toch wel enigszins teleurgesteld met betrekking tot de vraagstelling en de stelling die daarin genomen wordt. Omdat u weet dat we vooral de laatste anderhalf jaar samen met u als dorpsraad en met de woningbouwvereniging en met een particulier bouwer in Boerdonk heel intensief bezig geweest zijn om te kijken of we een en ander van de grond kunnen krijgen. Daarom zeg ik u ook van wij bouwen naar behoefte. De behoefte is op dit moment in Boerdonk nog steeds niet aangetoond. En dat betekent dat er dus ook niet gebouwd kan worden. Kijk, Frans Segers, ik heb hem al een keer voorgesteld omdat hij de prijs heeft uitgereikt van de quiz. Ik zie hem al klaarstaan. Ik neem vast afscheid natuurlijk. Dat kan ik alleen maar doen natuurlijk door te zeggen, u was een geweldig publiek. Dames en heren, Frans Segers. Ja, dank Twan voor deze mooie inleidende woorden. Ja, hier staat voor u een trotse voorzitter van de dorpsraad van Eerde. Waarom is hij trots? Omdat we het initiatief hebben genomen voor deze avond. Maar hij is vooral trots
omdat al die 9 andere dorpsraden meteen zeiden, wij sluiten aan, we gaan samen één front vormen. En dat is niet omdat we ons af willen zetten als dorpsraden tegen Veghel, tegen Schijndel of Hooi, helemaal niet. Integendeel, maar we zeggen wel, we hebben recht om gehoord te worden. En ik zou de 9 lijsttrekkers nog één keer willen vragen om hier naar voren te komen. Dan kunnen we ze allemaal nog één keertje goed kunnen zien met z'n 9. Want zij hebben vanavond dat toch maar hier gegeven, dat karwei geklaard. Dat is niet niks. We wensen ze alle 9 heel erg veel succes toe. Graag stemmen aanstaande woensdag. En onderstreep met een applaus dat u hun inzet vanavond heel erg hebt gewaardeerd.